Hallo, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van FC Buitenland. Nou, we hebben een nieuw bankstel. Ja, het zit heerlijk. En die kasten zijn weg. Ja, mijn oma moest ze terug hebben. Ja, God, dat gebeurt soms. Ja, nee, ja, als oma de huisrat opeist, dan zijn we er. Maar wij zijn er wel gewoon weer. Onze hashtag FC Buitenland stroomde deze week weer vol. Dank jullie wel daarvoor. Ga ermee door. In Spanje, vooral een weekend met hele vieze overtredingen en blessures. Ja, en ook wel per ongeluk is, vond ik. Ja, ze waren wel smerig. Normaal worden ze een beetje aangekondigd. Ik had het even gemist toen de samenvatting. En ineens zat ik naar een gebroken scheenbeen te kijken bij Osasuna. Maar Marcelo was het helemaal, helemaal even van zijn apropos, hè? Ja, de meeste, als het dan echt zo erbij bungelt, dan zijn er altijd wel een paar spelers die er heel slecht mee om kunnen gaan. En ja. Dat was in dit geval Marcelo die alles stond tekort. Ja, nou, ze kwamen wel goed weg, Real Madrid. Ze speelden niet denderend uit bij Osasuna. Misschien wel even de slechtste ploegen van La Liga. Ja. Maar ja, Benzema zo waar weer is. Mooiste doelpunt van de tegenstander. Mocht niks baten. Sergio Leon, stiftje. Ja, absoluut. Keurig. Maar nou ja, met heel weinig inspanning toch deze horde ja. Overeen gehobbeld. Ja, en dan Barcelona. Die gingen naar Alaves. Ja, in 10 minuutjes hebben ze het even helemaal kapot gespeeld daar. Oh. Het is natuurlijk de preview op de Copa finale. Maar ik hoop dat het anders uitpakt in de finale. Ja, 0-6. De MSN was weer op stoom, met name Suarez. Hij heeft nu bijna het record, of dat is niet echt een record, maar Luis Enrique achterhaald. Ja, die heeft 109 en ik geloof dat hij er 107 heeft. Ik denk dat Luis Enrique er iets langer over heeft gedaan destijds. Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Maar ook daar, ja, een hele nare blessure. De Atletico-huurling Theo Hernandez, die ging even vol door op de enkel van Arijs Vidal. Ja, die hing er ook een beetje smerig bij, dus... Ja, die zien we dit seizoen ook niet meer terug. Voor mij het mooiste doelpunt dit weekend, toevallig een Turkse jongen, maar het was wel Emre Çolak met zijn afstandpegel. Nou, even normaal. Hoe kun je nou zeggen dat de mooiste... Fernando Torres, nee, die heeft nee. Het is geen omhaal, maar hij schiet hem gewoon letterlijk over zijn hoofd heen. Dat was gewoon een probeersel wat mooi uitpakte. Dit was een geplaatst schot van heel ver. Maar ook voor Depo mocht het weer eens niet baten, want ze verloren uiteindelijk in de slotfase. Adrius knalde er even in de laatste. Ja, hij was jarig, hè? Ja. Wat is hij nou, 37? Volgens mij 36. 36, ongekend. Maar ja, jij haalde Torres al aan. Dat was een doelpunt, of een wedstrijd met mooie doelpunten. Ja, het was Atletico Madrid tegen Celta. Eerst Torres die hem schitterend over zijn eigen hoofd eigenlijk soort omhaalde, maar bleef wel gewoon bij staan. Miste wel weer een penalty, want dat gaat nog steeds niet zo lekker bij Atleti. Is Atletico ook het PSV van Spanje? Je zou het haast gaan zeggen, hè? Maar, en we zagen ook nog John Guidetti met kale bats, die scoorde. Ik wou net zeggen, waar was ze haar? Ja, kwaad weggelopen, denk ik. Natuurlijk die hele titelstrijd van Feyenoord, die kost hem zijn kuif, weet je wel. Maar in de slotfase zette Atleti nog recht met een schitterende volley van Yannick Ferreira Carrasco. Zo. En nog de 3-2 van Griezmann, nou, schitterend neergelegd door Gameiro. En Sevilla won ook, hele leuke wedstrijd bij Las Palmas. Waar GC wel even een hele grote kans miste. Toe. Maar het was wel een hele leuke wedstrijd. Dus het blijft spannend, zeggen we dat dan? Want het gaat eens 1 punt tussen Real Madrid en Barça dan op dit moment. En 3 met Sevilla. Met 2 wedstrijden te goed voor Real. Ja, maar dat is wel Celta uit en Valencia uit dan. Ja. Even die nog afwachten. Als ze daar punten gaan spelen, dan kan het ineens weer spannend worden. Ja. Tot de tijd geloof ik het niet zo. Omdat de titel in Duitsland natuurlijk al beslist is, laten we beginnen met een vraag van Marcel. Wie gaat het gat van Lahm opvullen volgend seizoen? Want die gaat stoppen, het monument. Ja, nou, ze hebben natuurlijk die twee jongens van Hoffenheim gehaald. Die Soele en die Rudy, die kan ook rechtsback spelen eventueel. Ik zat gelijk te denken aan Benjamin Henrichs van Leverkusen. Ja, zeker. Die doet het fantastisch. Volgens de Portugese pers zijn ze bezig met Nelson Semedo van Benfica. Maar ik zat zelf te denken eigenlijk van, ze hebben toch in Kimmich... Een dusdanig intelligent speler, want dat is wel wat altijd naar voren komt, hè? Wie daar ook trainer is geweest. Die zegt, ja, dat is de meest intelligente voetballer waar ik ooit mee samen heb gewerkt. Over Lahm. Dus dat is wel echt een pittige erfenis voor een jongere editie. Maar ik denk ook Kimmich, die nu van dichtbij maar dat Kimmich, meemaakt. Maar Kimmich kan ook overal spelen. Ja. Die kan ook centraal achterin, die kan op het middenveld en die scoort ook nog veel. Ik denk dus ook ik zou het niet, misschien wel gewoon met Kimmich opvullen. Niet aan een externe moet opdragen, zeg maar. Misschien langzamerhand, maar precies, eerst met Kimmich. Want zo'n Semedo en zo'n Henrichs, daar moet je sowieso de hoofdprijs voor betalen. Omdat die liggen allebei geloof ik nog 2 of 3 jaar vast. Ja. Dus dan... Maar dus ja, ik zou het misschien wel gewoon met Kimmich opvangen. Maar Bayern won en de 7 plaatsen daaronder niet. Nou, dan wordt het je wel makkelijk gemaakt, hè? Ja, het was een schitterend Bundesliga-middagje zaterdag. Want Leipzig stond binnen no-time achter tegen HSV. Dortmund ging eraf tegen Darmstadt, wat heel goed speelde. En Bayern had het ook moeilijk bij Ingolstadt. Maar dan is het toch wel lekker in de laatste minuut.
Dan flikken ze toch weer. Hè. Winnen ze gewoon uiteraard. Nog 0-2. En als je de wedstrijd niet hebt gezien, denk je er gewoon een hele regelmatige overwinning voor Bayern. Maar dat was het absoluut niet. Het zo maar ja, de concurrentie verspeelt weer punten. Dus ja, spannend gaat het dan nooit meer worden. Ik vond wel geschrokken van hoe goed HSV speelde. We hebben natuurlijk een paar keer Gisdol aangehaald. En lijkt het nu weer een beetje op de rit te hebben met Mavrai en Papadopoulos achterin. Dat staat als een huis. Hij heeft de aanvoerder gewisseld. Dat pakt ook goed uit. 3 wedstrijden op rij gewonnen, 3 keer de 0 gehouden. Betere tijden in weer een gewoon uit bij Leipzig winnen met... Met 0-3. Waar de mensen die vorige week ontbraken weer een beetje terug waren. Dus wat dat betreft een hele knappe prestatie. Ja. En Darmstadt, Hamid Altun top, debuut. Schalke jongen, hè? Ja. En dan tegen Dortmund zo spelen. Ja, en... Het was ook niet onverdiend, hè? Nee, het was absoluut niet onverdiend. Ja, het is zo rommelig, dat Dortmund. Maar ja, dat blijf je wekelijks zeggen, want de ene week spelen ze weer weg en de andere week verspelen ze het weer. Ja, vreemd. Hertha verloor ook en Hoffenheim ook. Ja, Hertha uit bij Schalke. Kan, want Schalke is natuurlijk... Schalke gaat lekker, ja. Een publiekswissel maar Hoffenheim voor de concurrent van Huntelaar? Of, Ja, dus dat leek het wel op, ja. En Hoffenheim verloor bij Wolfsburg, waar Bazour opviel. Ja. Door een vrij vieze gele kaart met een rood randje. Mm-hmm. Maar Wolfsburg won wel, terwijl Bazour in de rust werd gewisseld. En zijn vervanger Daniel Didavi die maakte de winnende. Dat is dan altijd een beetje pijnlijk. Het was natuurlijk wel een tactische set, maar het was al met al... Het is altijd vervelend, denk ik, als je team beter gaat voetballen als jij eruit bent. Want dat gebeurde wel. Zeker als je net bij een club bent. De eerste helft helemaal niks in te brengen. Of tenminste, Wolfsburg had niks in te brengen de eerste helft. En de tweede helft veranderde het volledig. Ja, ik vind het middenveld wel heel leuk van Hoffenheim. Met Demirbay en Amir. Ja, die Demirbay had weer een prachtige steekpas. Ik ben benieuwd hoor, of hij een stapje gaat maken. Kijk, in Turkije... Ja, ze worden nu wel een beetje leeg gekocht, hè? Ja, met die twee jongens die aanhouden die naar Bayern vertrekken. Maar vroeger in Turkije, als je een beetje naam aan het maken was, dan gingen ze wel in je leuren. Maar dat zijn nu weinig jongens die dat nog gaan doen, denk ik. Over transfers in Duitsland gesproken. Ürmer Toprak gaat naar Dortmund van de zomer. Nu al bekendgemaakt. Ja. Goeie zet? Ik denk het wel. Ja, jarenlang ervaring bij Leverkusen, vaste kracht, Turks elftal. Betere periodes gekend dan op dit moment. Maar op zich geen onverstandige keuze, denk ik. Ja, de leukste wedstrijd in de Premier League was denk ik Liverpool. Of nou, misschien niet de leukste wedstrijd, maar op voorhand toch het mooiste affiche. Het affiche, zeker weten. Ja, Liverpool tegen de Spurs. Ik ben er nooit vies van om mezelf op het bord te slaan. Maar ik heb natuurlijk uitgebreid dit scenario voorspeld. Want ja, Chelsea de lachende derde, want dit ging gebeuren. Liverpool weken uit vorm afgehaakt in de titelstrijd. Liverpool altijd tegen de topclubs, dan staan ze er in één keer weer. Terwijl tegen de kleine clubs, dan gaat het helemaal mis. Vaak wel, inderdaad. Maar ook, ja, natuurlijk afgelopen weken wel een paar tests. Ook tegen de toppers niet goed gegaan. En nu, op het moment dat Tottenham kan aanhaken, dan verplettert Liverpool ze weer ineens. En ja, dan kan Chelsea tegen Burnley heel rustig gaan voetballen. Het was eigenlijk een beetje wachten op de fout in de opbouw bij Tottenham. En dan is de brand weer eruit. En met name Mané, die natuurlijk de matchwinner was. Ja. Schitterende assist van Gini Wijnaldum. En inderdaad, een fantastische Wijnaldum, waar we ook een vraag over kregen. Wijnaldum speelt iedere wedstrijd beter. Is Gini ondertussen een belangrijke speler geworden in het elftal van Klopp? Maar nou ja, dat lijkt me dat wel. Dat lijkt me wel, dat dit hele seizoen al een beetje is, Bram. Wenger zal niet snel meer klagen over de leiding. Nee, zeker niet. Ze speelden tegen Hull City, wat wederom een hele goede indruk maakte. En ze kwamen gelukkig op 1-0 dankzij een hensbal van Alexis Sanchez, die hem eigenlijk gewoon in het doel sloeg. En de scheids zag het niet, maar dat was nog enigszins te verklaren. Maar dat zijn assistent het niet zag, was echt schandalig. En later werd het nog 2-0, maar dat tekende de wedstrijd wel. Moet ik wel zeggen dat Hull City maakte echt een hele goede indruk, wederom. En ik denk dat hij er wel in gaat blijven, want... Ja, het ziet er gewoon heel erg... Ze spelen met vertrouwen, weet je wel. Er zit een idee achter. Ja, nee, en, de nieuwe coach afgelopen weken is natuurlijk zichtbaar geworden. Het is echt een wonder dat ze niet scoorden. Ja, daarentegen Sunderland vorige week Hosanna. En die kreeg na Southampton op bezoek en dat werd even andersom. Ja, 0-4. Vooral genoten van Manolo Gagliardini, die van Napoli is gehaald. En schitterende goals maakte. Behoorlijk goede start. Maar het was... 4-0 was wat geflatteerd, maar het zei wel alles over de manier waarop Sunderland zijn goals tegenkrijgt. Hè? Ja, dus ze die laatste twee in het slot dan nog tegenkrijgen. Dus dat die moois nog maar blijven zitten, zeggen godswonder. En Bielis deed een aparte uitvoering van de mic drop. Ja, die gaf even een behoorlijke slinger. En ik moet ook zeggen, toen ik alle beelden in het begin zag, want ze speelden 2-2 tegen West Brom. En ze hadden eigenlijk alle grote beslissingen tegen. Ik dacht echt dat hij een punt had. Bij die 1-0 van West Brom dacht ik inderdaad dat het is een overtreding op Feghouli. Even later werd er een afgekeurd waarvan ik dacht, dat is geen buitenspel. Maar toen zag ik later dat hij de keeper omverliep. En als je toen ging kijken, dan eigenlijk al die grote beslissingen, die waren wel te verantwoorden. En hij was laaiend. En daar was misschien ook wel wat voor te zeggen, want hij had het natuurlijk nog niet teruggezien.
Maar hij werd helemaal gek. Ook omdat ze in de wedstrijd hadden ze wel verdiend te winnen. Ja, zeker. Ze waren zeker de bovenliggende partijen. En ik blijf maar dat deden ze niet. Vaak genieten van Lanzini, die toch op een of andere gekke manier maar moeite, heel veel moeite moet doen voor speelminuten. Eigenlijk altijd als ik hem zie spelen, dan vind ik het een leuk speler. Nou, ik vond het vooral ook leuk, de spelervattingen van Snodgrass. Gewoon elke keer gevaarlijk. Dus dat is toch zo'n prima naam. Snodgrass, ik blijf vaak prima genieten. Naam, ja. Leicester City, gaan ze eruit? Nou, ze hebben in 2017 nog geen goal gemaakt. Dat wordt wel pijnlijk. Ja, ze staan nu één puntje boven de streep. Daaronder staat bijvoorbeeld nog Hull City, nou, waarvan ik net al zei, van die maken die een veel beter in. Dan. Ja, precies. Dus nou, ik heb heel lang gedacht dat dat niet kon. Maar nee. Ik ga er nu toch serieus rekening mee houden. Ze zitten ook nog in de Champions League. Ook nog in de FA Cup. Ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal op gaan vangen. Want uiteindelijk moet nu toch echt de competitie prioriteit zijn. Het zou wel mooi zijn als ze zo meteen in een van die twee hele belangrijke bekers dan beslissen van, nou, we gaan maar met de B-elf. Want we kunnen niet gokken in de competitie. Meestal is het andersom. Maar het komt nu wel akelig dichtbij. En Swansea is helemaal opgeleefd, hè? Onder met Paul Clement. Ja, die zijn manager of the month, vorige maand. Ja, een beetje het Pek Zwolle van Engeland. Of Wales, moeten we natuurlijk zeggen. Want ze winnen alle wedstrijden tegen de directe concurrentie. En dat is wel een prettige statistiek. Knap. En dan nog United. Die hebben eigenlijk al sinds oktober hebben ze niet meer verloren in de Premier League. En het verandert helemaal niks aan hun stand of positie op de ranglijst. Nee, vrij weinig. Maar het spel is wel veel beter. Ze spelen dominant, creëren heel veel kansen. Uiteindelijk vraag je af waarom maken ze er dan maar twee. Ja. Maar dit is wel goed. Wat ik wel leuk vind, Martial die scoorde. En als hij er nog één maakt, dan moeten ze 10 miljoen overmaken aan AS Monaco. Want dat is toen zo'n transfersom geweest. Die is opgebouwd. Dat had te maken met een bepaalde aantal oproepen voor het Franse elftal. Nou, daar is hij al overheen. Die doelpunt gaat hij nu ook halen. En hij moet voor 2019 één keer in de top 10 van de gouden balverkiezing eindigen. Dan moeten ze ook nog 10 miljoen. Wat het dus in totaal dan op 80 miljoen zou brengen. En het is nu dus al 70 gaat het worden. Die wil ik toch wel even meemaken, die nominatie. Maar dat voor de rest zie ik niet zo snel gebeuren ook. Dan moet hij wel eens een game even. Ja, misschien moet hij wel voor het bankje. Want ik las vorige week volgens mij dat United ook niet meer zo breed heeft als voorheen. Dus ja, je weet niet. Oh ja, dat is hem gewoon anderhalf jaar. Even gewoon een anderhalf jaar. Dat ze die 10 miljoen hoeven te geven. Ja, wie weet. Juventus won. 0-2. Bij Cagliari. Ja. Tweemaal Higuain. Ja. Die ene, luchtje van buitenspel. Ja. Zeg ik netjes, hè? Nee, dat zeg je zeker netjes. We hebben natuurlijk wel eens, ik betitel ze vaak als een rivaal van mij in Turkije, maar dan van Italië. En ja, dat gebeurt gewoon vaak. Het is ook, misschien heeft het wel eens iets te maken precies. Dat je vaak de betere partij bent, dus vaker in dat soort posities komt. Maar, dus maar die lijn die werd getekend op de Italiaanse tv, dat hielp ook niet mee, hè? Ja. Schot zo scheef. Al bestaat daar nog wat misverstand over bij sommige mensen, maar nee, ja, volgens mij als je kijkt van waar die beneden staat en als je dat nee, dan loopt schot zo scheef. Dat klopt niet zo heel helemaal. Maar zelfs onze eigen Kees Kwakman twijfelde erover, dus misschien gaan we wat te ver om weer aan de Modigate en dergelijke te denken. Ja, het is, maar goed, je hoeft wel nodig meer vandaag de dag. Maar ja, hè? Nee, maar goed, ze wonnen. Wat ik nog wel leuk vond, Pjanic viel in. 66 minuut 17 valt hij in. En 66 minuut 21. Hij krijgt een schop. Ja, die jongen gleed een beetje uit. Maar die kreeg wel terecht rood. Ik moest ontzettend lachen dat Isla in het interview na de wedstrijd excuses heeft gemaakt aan zijn moeder. Zo heeft ze mij niet opgevoed om niet de 100% te geven. Die baalde van zijn eigen prestaties. De concurrentie. Ja, we beginnen met Roma. Ja, is goed. We wonnen met 2-0 bij Crotone. Over goedkope scheidsrechtersbeslissing, bro. Die kregen een penalty. Maar gelukkig is daar Edin Dzeko die. Misschien doen die scheidsrechters het daar wel om. Ja, die schiet ze over of naast. Dus dat gaat ook niet helemaal lekker. Maar ik blijf genieten van de tandem Strootman Nainggolan. Ja, die is helemaal opdreven. In het begin natuurlijk vaak twijfel van Strootman heel lang eruit, nog een keer eruit. Komt hij ooit terug? Maar volgens mij staat dat wel vast. Deze twee jongens is een prima middenveldboer. Nainggolan scoorde weer, maar die haalde deze week vooral het nieuws door het filmpje waarin hij riep dat hij echt een klerenhekel aan Juventus had. dat doet het altijd goed. Hij is volgens mij dus wel vergeten dat ze dit seizoen al 11 penalties hebben gehad, waarvan Dzeko er dus 2 heeft gemist. Dus misschien twee maar, weinig. Ja, veel meer. Dus misschien heeft hij niet helemaal recht van spreken, maar het was wel een leuk filmpje. Dan Napoli, die speelde wederom fantastisch vrijdagavond al in verband met de Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Ja, de doelpunten bleven wat uit ten opzichte. Het was, de tegenstander ging niet zo open en bloot als de vorige drie. Ja, maar wel Dries Mertens weer op dreef, Insigne op dreef. Mooi assist. Hamsik, vind jij dat nou een goede middenvelder? Ja, redelijk. Een leuk spelletje wel. Het is geen Joey Firma. Ja, maar goed, Napoli won wel weer. Alleen door die gigantisch slechte oktobermaand, waarin ze geloof ik 3 of 4 keer verloren, staan ze wel gewoon al 9 punten achter op Juventus. En die gaan ze natuurlijk nooit meer inlopen.
Letchert, ik ben internet ingedoken, maar jij hebt het wel voorbij zien komen. Het was de snelste rode kaart van dit seizoen. Ja, hij stond zijn man aan de verkeerde kant te dekken. En toen probeerde hij een beetje met een soort op zijn rug te springen. Maar dat ging niet helemaal goed. Dus hij kreeg na 3 minuten kreeg hij rood. Inglese. En een penalty tegen. Ja, Roberto Inglese, die miste nog. En Sassuolo kwam nog op 1-0 tegen Chievo. Ja. Maar daarna maakte hij Inglese alsnog gewoon 3. Ja, dan dat vind ik wel goed, zeg maar, voldoende om je gemiste penalty te herstellen. Ja, precies. Dat maar mag ook wel. 88 minuten tegen 10 man, dan moet je ook wel winnen. Eens. Pinamonti. Had jij al eens van hem gehoord? Nee, nog niet. Het was zijn debuut ook. Ja, dus dat is niet heel gek. Nee, precies. Ik kijk niet wekelijks naar de Primavera. Bij de Primavera heeft hij er wel, geloof ik, 30 in liggen of zo. Dus het zat eraan te komen. Hij zat vorige week volgens mij op de bank. En nu mocht hij even 10 minuten. Want Icardi was natuurlijk geschorst, hè, ja. door zijn protesten rondom Juventus-Inter. Met die scheidsrechtelijke beslissingen dus. Maar het deed Inter eigenlijk niet echt pijn. Ik heb vooral genoten van de voorzetten. De vele voorzetten die gewoon van de flank... Die 16 inkomen en die gewoon allemaal gevaarlijk zijn. Kandreva is er natuurlijk een meester in. En dat zie je gewoon, ze maken het druk in de 16. Die gaf die laatste assist. Was dat Eder met zijn buitenkant rechts? Ja, Eder buitenkant. Goh, schitterend man. Dus Inter hebben zich toch weer goed hersteld van het... je kan het niet eens uitgeleide noemen, hè, verliezen bij Juventus. Die gaan eigenlijk gewoon goed door op de weg die ze in hebben geslagen. Gabigol. Gabriel Jesus. Hij heeft dezelfde naam als die van City. Maar hij is net iets minder, hè? Ik heb hem nog niet zoveel gezien, man. Nou, hij maakt echt... hij krijgt steeds invalbeurtjes van een kwartiertje, 20 minuten, maar... Ja. Ik ben nog niet echt onder de indruk tot nu toe. En dan zag ik bij Palermo Atalanta ook nog een schitterende goal van Conti, de concurrent van Hans Hatenboer. Ja, precies, dat helpt ook niet. Hatenboer ging naar Italië en toen zeiden wij van, hij is misschien niet de back die in het spel van Atalanta past. En toen maakte die Conti een goal eigenlijk door bij te sluiten in de 16. Iets wat we Hatenboer eigenlijk nooit zou doen en een schitterende kopgoal te maken. Nee, ja, dus als ze hem daarvoor hebben gehaald, dan moeten we ze teleurstellen. Ja, ik maar goed, geen reden om die jongen te veranderen. Ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken, maar Atalanta, ja, daar heb ik een paar weken mijn mond over gehouden met die Andrea Petagna. Het is ook wel een schitterende speler. Ik denk een van de betere jeugd-internationals die er rondlopen in de Serie A. Torino kreeg Pescara op bezoek. Ja. Dat is altijd een makkie. Nou ja, na een uur stond 5-0. Ja, precies. En toen mochten de 2 spelers warm lopen. En uiteindelijk liet Mihailovic Iturbe weer terug op het bankje zitten. Die was woest en die schijnt alles omver geschopt te hebben. Mihailovic zegt dat hij het niet gezien heeft, wat praktisch onmogelijk is. Maar ik denk, wat maak je nou druk om bij 5-0 invallen is toch helemaal gekloot aan? Ja, maar nou, op zich is het wel lekker rustig invallen natuurlijk. Maar ik geloof niet dat Mihailovic het niet gezien heeft, want als iemand daar goed in was in het verleden, ja, was dat Mihailovic. Absoluut. Maar goed, het werd dus nog 5-3, hè? Dus wat toch een hele mooie middag was voor Torino, eindigt toch een beetje met een bijsmaakje. Maar ze speelden ook tegen Pescara, de zwakste ploeg. Van Italië. Die hebben dit seizoen 1 keer gewonnen. Of, nou, eigenlijk hebben ze niet eens gewonnen. Regelijk. Want ze gingen eraf bij Sassuolo, maar die hadden een speler erin staan die helemaal niet mocht spelen. Ja, één dus alleen een reglementaire 0-3 hebben ze. En dat gaat niet zo lekker daar, want de ultras zijn daardoor heel boos op eigenlijk alles en iedereen rondom de club. Maar met name de voorzitter moet het ontgelden. En vorige week stonden er 1 keer 's nachts 2 auto's van de voorzitter in brand. En dat zijn de ultras waarschijnlijk geweest. Dus het is eigenlijk wachten tot die man wakker wordt met een paardenkop in zijn bed. Hè? Dan hebben we echt full classic Godfather in Italië. Deze ultras zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Eerder hebben we dat verhaal gehoord dat ze die samenhorigheidsavond flink naar de kloot hebben geholpen. Nou, auto's in de fik. Ja, pittig. Maar ja, het is misschien enig realiteitsbesef bij de hooligans van Pescara. Het is niet... Dat ploegje, dat ploegje in de is niet hier van het. Ik zag een heerlijke beuk van Cavani voorbij komen. Vertel meer. Ja, hij maakte 2 schitterende volleys uit bij Bordeaux. Regelmatige 3-0 overwinning. Eigenlijk niks aan de hand voor Paris. Goede voorbereiding op de wedstrijd tegen Barcelona. En dan gaan we natuurlijk altijd naar de concurrent kijken. AS Monaco met name. Ja, die stonden al na 20 minuten weer met 3-0 voor. Werd uiteindelijk 5-0 tegen FC Metz. En de grote man was Mbappé. Al vaker aangehaald. Dit was zijn eerste hat-trick in de competitie. Had hij in de beker al eens gedaan. Hij is pas 18 jaar. Ja. En hij is de jongste man met een hat-trick sinds Jeremy Ménès. Die deed op zijn 17e ooit. Maar Monaco, eigenlijk schitterende avond weer zoals altijd. Ze hebben er inmiddels al over de 100 in liggen in alle competities. Eén groot minpuntje, Gabriel Bosilia. Die raakte heel naar geblesseerd aan zijn knie. En echt, ze schreeuwde, was tot in Italië te horen. Dat was de rillingen liepen over mijn rug. Naar geluid. Dus die is er niet meer bij de rest van het seizoen. Dat is wel sneu, want verder was het een hele mooie avond. Daar kregen wij natuurlijk een vraag over. Want hoe zwaar wordt de afwezigheid van deze jongen? Of is dat in deze vorm goed op te vangen? Dat is in deze vorm sowieso goed op te vangen. Maar hij is normaal ook geen basisspeler. Nee. Hij speelde nu ook omdat er gewoon, ja, gezien het drukke programma van Monaco, zitten ook nog in 2 bekers, doen nog mee in de Champions League, krijgen er gewoon wat jongens rust af en toe. En nu mocht daardoor Bosilia spelen. Dus, extra zuur dus. Ja, dus de spoeling is op zich breed genoeg om het op te kunnen vangen. Maar...
ja, het is vooral heel vervelend. Want het is wel een hele leuke speler ook hoor. Ik zag een leuke rode kaart bij Toulouse en een omhaal. Die omhaal vond ik ook prima. Ja. Niet de meest esthetieke, maar oké. Okay. Nee, die omhaal was Andy Delors, die kwam van Tigres. Die zat vorig jaar de revelatie bij Kaan. En die hebben ze toen naar Mexico gehaald, naar de club van Gignac. Ja. Dat ze dachten van, nou, alles wat Frans is goed. Doe maar. Dat viel tegen. Maar in de league is het een prima speler. Maar inderdaad, die rode kaart van Cahuzac. Dat was geloof ik al zijn 14e in 7 jaar. En ze 3e in 9 wedstrijden. Dat is een echte Corsicaan. Enorme smeerlap, kijk maar naar zijn hoofd. Ik mag dat wel. Maar dat is altijd wel leuk om te zien. Ja, nee, absoluut. Ja, ook leuke taferelen trouwens, hier werd alles afgelast. Maar die John Kaan ging gewoon door in echt verschrikkelijk sneeuwbui. Bij die 2e goal was het echt gewoon niks meer te zien. Nee. Dat was super lullig voor die zelfs de oranje bal niet meer. Nee. Maar ja, dat is wel leuk om dat af en toe voorbij te zien komen. Voor de rest in Frankrijk was het wel keurig velden, moet ik zeggen. Voor de volledigheid in de titelstrijd ook nog even Nice noemen. Die kwam heel goed weg met een gelijkspel bij Stade Rennes. Ook nog pech met een onterecht afgekeurde goal van Stade Rennes. Maar goed, Nice gaat toch niet meer meedoen in die titelstrijd. Het klassenverschil tussen Nice en anderzijds Monaco en Paris is gewoon te groot. Ik vond 1-0 van Rennes. Ja. Prachtig. Goeie stift. Keeper, weet je, ik hou ervan, de keeper draaide nog om. En die wilde heel even sprinten opzetten. Maar je denkt, nou, hij heeft geen zin meer. Nee, toch niet. En Lyon, affect Memphis? Vanaf de bank. Maar het was weer verschrikkelijk. Ze speelden uit bij Guingamp, kwamen op 0-1, uiteraard dankzij Alexandre Lacazette. Maar daarna ging het weer helemaal mis met echt verschrikkelijk slecht verdedigd. Van eigenlijk mensen van wie het niet verwacht. Gonalon, al jarenlang ervaren. Jallet, ook veel ervaring. Maar stonden echt te slapen en dus verloren ze weer. Ja, de supporters zijn boos. Niet onterecht, dat waren ze vorige week al na de verloren derby. Midweeks werd er wel gewonnen van Nancy. Laagvliegen, met goal van Memphis trouwens. Maar dit weekend was het weer ouderwets met huilen met de pet op. Dus je zou zeggen, AZ treft ze donderdag op een goed moment. En ze missen ook Valbuena door een blessure. En Memphis mag niet spelen. Dus AZ hoeft daar zeker niet van te verliezen. Sinds de aankopen bij Lille, het heeft niet mogen baten. Nee, die verloren weer terug, thuis van Angers. Ja. Ja, en het was weer niet best. Ja, zonde. Dan nog Olympique de Marseille. Die gingen naar Nantes en die stonden binnen no time met 2-0 achter. En Rudy Garcia was zo boos dat hij op een half uur haalde die twee jongens eraf. Cabela en Maxime Lopez, dus ook niet de minste. Er is eigenlijk maar één man op dit moment echt in vorm bij Marseille. En dat is Batthierry Gomis. Alleen die ging er geblesseerd af. Die is minstens 3 weken uit en die mist Paris Saint-Germain over 2 weken. Dus dat doet ze zeker pijn. En ze verloren met 3-2 bij FC Nantes, die wel in vorm zijn. Ik dacht dat Gallas achterhoede verschrikkelijk was, maar die van Marseille, die komt echt in de buurt. Hè? Ja, die Rolando en Fanny, dat kan eigenlijk niet meer. Hè? Nee, echt daar kan ook even aan niks aan doen. Nee. En ja, als je Rekik achter de hand hebt, die gooi je er ook dan niet in. Prima kopen. Besiktas verloor. Fener speelde gelijk en Başakşehir verloor. Dus toen kwam Galla op zondagmiddag tegen Kayseri en toen dacht jij... Daar heb ik zin in. Ja. Nou, dat pakt even anders uit. En ik had ook wel tegen van tevoren kunnen weten natuurlijk. Sneijder was niet van de partij en dan blijft er ineens een heel slecht elftal staan. Ja, het was huilen met de pet op tot 5 minuten voor tijd. Toen gingen de jongens ineens werken voor geld, zoals dat heet. Wat kan ik erover vertellen? Alle credits voor Kayseri Sport die... sinds de trainerswissels en aankopenregen in de winter. Zitten er nog Nederlanders? Turic speelde weer voor de zoveelste keer dit seizoen echt de beste daar wekelijks. En die speelde nu ook heel goed. Werd nog onterecht een doelpunt van afgekeurd, want de scheidsrechter zei dat Hens was. Dat was het laatste beetje hulp aan de ploeg in nood, zeg maar, van de scheidsrechter. En ze hebben Varela overgenomen, of huren van Porto. Dat is ook wel een leuke, bewegelijke speler. Maar ja, het is gewoon elke bal vanaf de zijkant hoog is een goal bij Galla. Het waren 2 identieke goals. We kregen een vraag binnen van Gökhan, dus dat denk ik dat hij zo heet. Op welke positie moet Galatasaray nou mensen halen? Waar missen zij spelers? Alle 4 verdedigers. Ja? Die moeten de prullenbak in. Dat is nogal wat. Dat is denk ik het begin. De keeper is van niveau, indien Sneijder rondloopt. Maar ja, dat moet je toch ook langzaam aan iets stand-inderigs gaan denken. En een spits. En een derde ook, het is een super aardige vent die altijd hard werkt, maar gewoon heel slecht tot zijn recht komt bij de ballen. Mogen we Galatasaray een beetje vergelijken met Marseille? Gewoon op 3-4 posities een echt goede speler en verder brandhout? Ja, wel, ja, deze selectie, het is gewoon veel te lang bij elkaar gebleven. Al die jongens zijn 30 plus en de Bruma is nog van niveau. Ja, het houdt ik erop. Volgens de insiders in Turkije, maar ja, een insider in Turkije, ik durf te zeggen dat mijn bronnen net zo goed zijn als die gasten. Kan het trouwens het laatste weekend van Jan Oldriekrink zijn geweest? Het is alleen een kwestie van wie komt er op zijn plaats. Ik zag bij Fenne een hoop protest. Ja, die waren het nogal... ze zijn eigenlijk genaaid door de scheidsrechter. Dat mag in de krant. Nee, maar daar schrik je dan van op zo'n moment. Het is net als het Juve zou overkomen. Ja, precies.
toch de wereld op zijn kop. Maar die schreeuwen vaak het hardst dan? Ja, nee. Ja, Kjær kreeg de bal tegen ze. En die staat zo en dan komt hij hier tegen ze. Ja, ik vond het niks. En ze hadden het heel moeilijk. Ze speelden tegen 10 man van Bursaspor. En toch krijgen ze hem daar nog tegen. 1-1 in de 88e minuut. Bataja. Dus ja, die verspeelde ook een beetje hun kans voor op de aansluiting. Maar ja, de grootste shock was Başakşehir, denk ik. Want ik denk, terugkijkend op de speelronde, dat Beşiktaş misschien nog wel het gelukkigste is. Die verspelen op vrijdag al 3 dure punten. En daarna valt het eigenlijk reuze mee. Gala en Başakşehir, die winnen niet. En verder maar op een puntje. Maar dat is degene met de meeste afstand tussen ze. Want ja, Karabükspor blijft verrassen tegen de toppers. Die hebben gewonnen van Gala laatst. Daarvoor van Trabzon. En nu Beşiktaş op bezoek. Ja, Babel en zijn vrienden, die kwamen er niet doorheen. De trainer is Igor Tudor. De oude Juve. Van Juve, inderdaad. Die heeft er een vrij harde Balkan-Turk-mix van gemaakt. En daar speel je niet graag tegen. Maar ik denk, aangezien ik toch zo'n verschrikkelijk weekend had, het leukste verhaal dat ik deze week heb gelezen in Turks voetbal was, moet ik heel even spieken, Serge Dio. Ivoriaanse spits van 33 met bovenbenen van mij al last gecombineerd. Dat is echt fenomenaal, die gozer. Behoorlijke bovenbenen. Dat zijn behoorlijke bovenbenen. Ja. Maar die heeft in de Turkse onderste regionen veel gevoetbald. En je hebt in Turkije Rize, dat ligt bij de Zwarte Zee, helemaal bovenin. En beneden heb je Cizre. Ja. Dat ligt zeg maar op een steenworp van Mosul en Syrië. Hij dacht dat hij interesse had gewekt van Rize. Stapt in het vliegtuig, komt eraan, werd als de koning binnengehaald. Alleen... Ja, het was een Mosul Noord. Ja, precies. En het ging toen daar net even lekker los rond het grensgebied in Kobani. Ja. Dus hij heeft daar 7 wedstrijden gevoetbald. En toen heeft hij zijn biezen gepakt. Dat hebben wij ooit ook gehad met een internationaal toernooi in Maarsen. En toen kwam er een Duitse ploeg. Dat is echt waar, jongens. Ik vind Maarsen ook wel het Mosul van Nederland. Maar goed, wij zaten dus te wachten op die Duitse tegenstander. Maar die waren met de bus naar Meersen gereden. Dat is een buitenwijk van Maastricht. Dus dat schoot ook niet echt op. Maar goed, dit is inderdaad nog iets vervelender dan dat je in Zuid-Limburg staat. Leuk dat jullie weer keken naar deze FC Buitenland. Vergeet niet even de video te liken. Kijk ook naar het JLWO, dat staat inmiddels ook online. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van FC Afkikken. Tot volgende week. Doei. En dan is er ook nog een mooie actie van onze vrienden van Toto. Zet tijdens de Champions League speelronde van 14 en 15 februari minimaal €5 in. En kies voor halftime/fulltime. Gebruik de actiecode CL2017 bij het inzetten. Voorspel direct de Champions League speelronde van 21 en 22 februari met €5 gratis tegoed. Vef, heb jij nog een goktipje? Paris Saint-Germain halftime X, fulltime 1. Dat vind ik een bijzondere. Maar ga er maar mee aan de slag, mensen.